Vandaag is de slotdag van het lustrum van studievereniging VSPVU. Ze houden een feestje in Bungalow 8 met als thema jaren 40. Maar als ik denk aan jaren 40, denk ik alleen maar aan oorlog en wederopbouw. En wat is er nou leuker dan op een feestje even een historische quiz te doen met studenten van psychologie? Sounds pretty exciting and wild, doesn't it? De eerste vraag die we de psychologiestudent gaan stellen is natuurlijk wie deze man is, wat hij heeft gedaan. Want tenslotte is deze viewer de meest invloedrijke man die er geleefd heeft in de jaren 40. Ons, die ons samenhuurde in kampen, ringen en rozen. Wie is deze man? Dit is een inkoppertje. Adolf Hitler. En hoe zou je hem omschrijven? De grootste baas van Hollywood, min of meer, op zijn eigen plan trekt, no matter what. Maar ja, aan de andere kant kost het hem ook zijn lijf en leden, omdat hij behoorlijk aan de druk zit. Dankjewel. Oh god, hoe heet hij ook alweer? Ja, ik ken hem aan zijn snorretje, toch? Nee, het is niet Hitler. Nee, hoe heet hij ook alweer? Ik weet het echt niet. Een klein historische quiz. Wie is deze man? Interview, nee. Wie is deze man? Je moeder? Wie? Ja. Was hij of Hitler of zo? Oké. You don't speak Dutch? German, English, you're what German. Do you want? German English, what do you want? Now then you probably know who this is. Yes, I know who this is. Can we get a description about him? He drank very much! He has sex with very much guys! Okay, thank you. Nu even de vaderlandse liefde van de psychologiestudent meten. En even kijken of zij weten wie nou de koningin was in de jaren 40. Koning was van Nederland in de jaren 40. Doe ze een gok? Nee, laat het dan maar niet doen. Nee? Oké, nee, dat zit veel beter. Ja, dat weet ik wel, dat was de koningin of niet? Wie was dat? Was het niet koningin Wilhelmina? Nee, of hoe heet ze ook weer? Niet Wilhelmina, maar andere. Oh, wat doe je? Tijdens de oorlog? Wat geen koning? Wat geen koningin en prins Bernard? Nee, ik was eerst wel goed met Wilhelmina. Goed zo. Wie is de koningin van Nederland in de jaren 40? Wie de eerste koningin? Wie is de koningin van Nederland in de jaren 40? Koningin. Koning. Ja, zowel Willem de zoveelste. Ja, oké. Dankjewel. Maar welke weet ik? Nee, klopt. Dat is Wilhelmina. Maar welke was Wilhelmina. Ja, ik dacht jij koning. De resultaten die we kregen van de quiz waren wel een beetje teleurstellend. Daarentegen is het feest wel supergezellig. Jammer dat niet iedereen een thema is. Maar ik kan je wel zeggen dat dit lustrum erg geslaagd is. En wij gaan nog even een dansje wagen. En natuurlijk, zoals altijd zeg ik, tot de volgende keer lieve kijkers. Tot bij STV. Tot ziens. I love Amsterdam and then I'm living here. I feel so, so...